Goede kwaliteit data is belangrijk voor visserijonderzoek, omdat dat uiteindelijk zal leiden tot een beter en duurzamer visserijbeleid en een gezonde visserijsector. Ik ben Edwin van Helmond, ik ben een visserijbioloog bij Wageningen Marine Research. En mijn rol is eigenlijk het integreren van nieuwe technologie om dataverzameling te verbeteren op de commerciële visserij. 10 jaar geleden kwam eigenlijk voor het eerst het gebruik van digitale camera's aan boord met een computergestuurd systeem. Maar het probleem daarvan was nog wel dat je eigenlijk met de hand alle opgeslagen data, alle video nog moest doorwerken om alle vissen te kunnen tellen. En eigenlijk de meest logische volgende stap zou zijn als we de analyse van die videobeelden zouden kunnen automatiseren. Het systeem binnen Fully Documented Fisheries, zoals we het ontwikkeld hebben, maken we gebruik van een camerabox. Dan maken we de videobeelden op de sorteerband waar de vis de vangst gesorteerd wordt. En dat sturen we naar een computer op de brug. En daar werken algoritmes op het beeldmateriaal en die tellen en herkennen en meten ook het volume van de vis uiteindelijk, is het idee. De voordelen van het camerasysteem is dat je niet al die kleine vis hoeft op te rapen. Of het is wel mogelijk natuurlijk, maar moet ik extra personeel aannemen. Zoals wij nu werken is het heel moeilijk. Voor ons helpen de camera's dan om het personeelsprobleem beheersbaar te houden. Ja, samenwerken met vissers is altijd een hele ervaring. Ook heel erg waardevol vanwege hun feedback. Dat is vaak heel direct. Dus je krijgt verbeterde data, verbeterde stock assessments, beter onderzoek, beter beleid en een betere, gezondere visserijsector uiteindelijk. En zo is er eigenlijk een win-win situatie. I am Annette Hohlmann and I work at the European Commission Directorate General Maritime Affairs and Fisheries. The European Union and the Member States work hand in hand with the fisheries sector to support sustainable fisheries through innovation and new technologies. To assess how much we are taking from the resource, we need accurate information about catch quantities, compositions and species identification. Better data allows us to have more sustainable fisheries. The more we know about the state of the fish stocks, the better we are able to design the right policy measures to ensure a long-term sustainable future for the European fisheries. Het project Fully Documented Fisheries is mogelijk gemaakt vanwege een Europese fonds. En dus ja, zonder dat fonds was het niet mogelijk geweest. De volgende stap is eigenlijk het uitbreiden naar andere visserijsegmenten, dus andere type visserij, ook een wat meer internationalere vloot betrekken. Dus dat biedt heel veel perspectief voor een duurzamer beleid uiteindelijk.